Goedendag en welkom bij een nieuwe update over het COVID-19-virus. Middels deze updates willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verloop van de pandemie. Zoals de WHO-topman eerder aangaf, is de pandemie nog niet voorbij, maar wel in zicht. In gesprek met de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gaidar-Sukul, mag het einde in zicht zijn, maar in Suriname moeten we ter alle tijden waakzaam zijn voor de mutaties van de verschillende varianten. WHO heeft inderdaad aangegeven dat er zaken, dat de cijfers een dusdanig verloop vertonen dat er mogelijk binnenkort sprake kan zijn van het einde van de pandemie. Maar dat zijn uiteraard voorspellingen. We moeten blijven waken voor any mogelijke ontwikkelingen. We denken aan varianten waarbij de groepsimmuniteit niet genoeg is om daartegen weerstand te bieden en andere zaken die zich voor kunnen doen. Dus we moeten daarmee rekening houden. Ook geeft de directeur aan dat in Suriname er maandelijks nog mensen sterven aan COVID-19, ondanks de lage opnamecijfers. Ook legt hij de nadruk op het alert blijven en de Mohana-maatregelen nog toepassen, omdat COVID-19 nog steeds bestaat. In Suriname hebben we de afgelopen maanden een veel lagere opname- en sterftecijfer gehad. Gelukkig, maar elke maand sterft er nog iemand met COVID-19. In augustus was het bijvoorbeeld 3. Vorige maand, toen ik het bijhield, aan het eind van de maand was het nog 2. Dus we moeten rekening houden, COVID-19 is niet weg. COVID-19 is nog een infectieziekte veroorzaakt door een virus. Maar ook niet het enige waarmee we rekening moeten houden in de gezondheidssector. Dus daarmee moeten we rekening houden. Maar belangrijk voor ons is, we moeten voorbereid zijn op anything that can happen. En daarom moeten we doorgaan met de maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat een explosieve verspreiding voorkomen kan worden. We denken bijvoorbeeld aan het blijven schoonhouden van je handen. Het blijven schoonhouden van je omgeving. Voorzichtig zijn bij fysieke contact. Voorzichtig zijn bij mass gathering events. Dus eigenlijk zaken waarbij er veel evenementen, waarbij veel mensen aanwezig zijn. Daarmee moeten we ook voorzichtig zijn, omdat tijdens die evenementen, is het niet alleen over COVID-19 hoor, ook voor vele besmettelijke ziekten kan dat gelden, dat je een explosieve verspreiding kan krijgen. Dus COVID-19 heeft ons inderdaad laten beseffen dat wij degelijk rekening moeten houden met ons gedrag als wij besmettelijke ziekten willen beteugelen. En dat het heel veel consequenties kan hebben op de gezondheidssector en op de samenleving. COVID-19 heeft heel veel bewustwording gecreëerd. Denk maar aan de maatregelen die moesten worden toegepast. Handen wassen, mondkap op, de fysieke afstand, als ook letten op de ventilatie in gesloten ruimtes. De directeur adviseert om deze maatregelen te blijven toepassen, omdat het je beschermt tegen elke ziekte kiem. Dus niet alleen tegen COVID, maar tegen elk andere besmettelijke ziekte. COVID-19 is pas 2 jaar, of 3 jaar geleden kan je zeggen, heeft het zich geïntroduceerd. Dus het is vers in ons geheugen. En we moeten deze 2 zaken alvast heel goed in de gaten houden. En ook, wanneer er veel mensen ergens is het nooit te veel om een mond- en neuskap op te doen. Dat is eigenlijk een extra barrière om ziektekiemen naar binnen te inhaleren. Of misschien als jij zelf een luchtweginfectie hebt, veroorzaakt door een ziektekiem, zorg je ervoor dat er een barrière is naar anderen toe. Het heeft ook ons laten beseffen dat wij rekening moeten houden met de ventilatie van lokale ventilatie van plaatsen waar we ons bevinden. Dus we blijven daarmee rekening houden en we moeten
alle cijfers op de voet blijven volgen. Niet alleen van COVID-19, maar ook alle andere infectieziekten. Het heeft ons duidelijk gemaakt dat wij heel goed moeten letten op cijfers, gezondheidsparameters. Dus dat moeten we continueren. Om niet ernstig ziek te raken, zul je moeten laten vaccineren. Dat is steeds weer de oproep die gedaan wordt vanuit de gezondheidsinstanties. Vaccinatie is één van de belangrijke maatregelen om ervoor te zorgen dat we niet ernstig ziek raken ten gevolge van COVID-19. Dus dat moet erbij komen, behalve dat de andere maatregelen die ik eerder noemde. Zorg ervoor dat je gevaccineerd bent, want dan heb je een kleinere kans om ernstig ziek te worden ten gevolge van de COVID-19. En voor risicogroepen zal je waarschijnlijk up-to-date moeten zijn wat betreft jouw vaccinatiestatus. Want wetenschappelijk is het tot nu toe bewezen dat na enkele maanden dat de beschermstoffen wat minder hoog zijn in het lichaam. En vandaar dat er ook bij influenzavirussen vaccinaties geadviseerd worden periodiek. Dus het zal niet gek klinken als de wetenschap met het bewijs komt dat COVID-vaccinatie periodiek nodig zal zijn voor risicogroepen. Laatste uitspraak is er nog niet uit en we blijven samen met alle internationale organisaties de wetenschappelijke onderzoekingen hieromtrent blijven op de voet volgen. Voor nu kan men zich alleen laten vaccineren met het Sinopharm-vaccin. Onlangs zijn er gesprekken gevoerd met bevriende naties om het Pfizer-vaccin weer aan te schaffen. Directeur Gaidar Sukul vindt het belangrijk dat ook kinderen zich laten vaccineren. Wij hebben momenteel Sinopharm. Pfizer, die is in de pipeline om weer naar Suriname te komen. We zijn bezig met bevriende naties om wat Pfizer-vaccins weer te krijgen. En verder kijken we nog uit hoe we ervoor zullen zorgen dat we duurzaam de beschikbaarheid zullen hebben van COVID-19 vaccins. Belangrijk is dat wanneer de adviezen internationaal aanwezig zijn, dat die adviezen, en dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, bewijzen dat je voordelen aan hebt, precies zoals wij onze kinderen vaccineren om ervoor te zorgen dat ze niet ziek raken met bepaalde infectieziekten, zij bacteriën, zij virussen. Een voorbeeld is eigenlijk het poliovirus dat kinderverlamming kan veroorzaken en dat nu weer een dreiging is in de wereld omdat door COVID-19 een lager vaccinatiedekking is geweest en dat er bepaalde delen van de wereld geconfronteerd is geraakt met poliomyelitis, en dat is eigenlijk een virusinfectie waarbij verlamming kan optreden, en daarom moeten wij als land ook ons vaccinatiedekking gaan verhogen bij de kinderen vooral. Dat is een doelgroep die wij speciale aandacht geven voor hun vaccinatiestatus. Uit overheidswegen zal besloten moeten worden om het COVID-19-virus te accepteren als een infectieziekte. Maar daar zal samen met de infectiologen gekeken worden hoe dit advies over te brengen. Het beleid van de regering om COVID-19 nu ook te accepteren als een van de infectieziekten die behandeld moet worden. Dus we blijven alle nieuwe ontwikkelingen volgen. Met de infectiologen gaan we ook naar welke kant we op moeten. En uiteraard moeten we de gezondheidszorg breed als groot pakket van alle gezondheidsgerelateerde problemen benaderen. Waarbij COVID-19 ook zijn of haar plekje heeft. En hiermee hebben wij het gehad voor deze COVID-19 update. Ik wil u een fijne voortzetting van uw dag toewensen en we zien elkaar weer bij de volgende update. Tot dan!